Het is gewoon niet normaal als iemand zoiets doet natuurlijk. We moeten allemaal hard werken voor ons geld. En, ik heb mijn kinderen ook geleerd om gewoon met je handen van iemand anders spul af te blijven. De werklui John en John stonden gisteren wel even gek te kijken toen er plots een auto hun wekkerstemper meenam en wegreed. John reed er nog achteraan, maar vanwege de hoge snelheid van de dief staakte hij zijn achtervolging. We zijn hier gewoon eigenlijk normaal aan het werk. We zijn gas aan het saneren. En voor de werkzaamheden hebben we een stamper staan om de sleuf aan te stampen. En mijn maat, de kraanmachinist, draait zich eigenlijk om de kraan weg te draaien. En zo zien we iemand wegrijden met die wakkerstamper achter in zijn bus. Ik draai me eigenlijk om met mijn kraan en ik zie een zwarte auto wegrijden met de klep open. Met de wakkerstamper erachterin. Het was een zwarte stationauto met zijn klep omhoog. Waarom denk je dat mensen zo'n stamper jatten? Ja, ik denk dat die mensen iets minder in de maatschappij staan. En dat ze dat ding gewoon proberen te gaan verkopen. Maar is er markt voor? Zijn er mensen? Ja, dat denk ik niet. Het is gewoon niet normaal als iemand zoiets doet natuurlijk. Maar ik denk dat je al gauw praat over 2200 euro. John en John hebben vandaag wel al een nieuwe wekkerstemper gekregen. En ze hebben de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Het gaat om zoiets. Oh, en hij staat nu ook vast dus, heb je gezet. Ik heb er een kettingje omheen gedaan. Je denkt van, ik zet hem maar even vast. Tuurlijk. Dan moet geen ja, dan moeten we gewoon voorzorgsmaatregelen treffen. Ja. Ja, dat is. Het is gewoon zonde, het is jammer, hè?